Ja, vandaag een mooie dag en we zijn bij het Racketcentrum hier in Bonne. En vandaag een opening, tenminste de eerste steen van het nieuwe crematorium. Wat is uw gevoel daarbij? Nou, goed gevoel. We zijn heel goed geweest met de communicatie erover. We zijn uitgenodigd en ik wens je heel veel succes. Ja, en u bent daar verder niet op tegen? Absoluut niet, nee. Ook geen last voor de sporters hier op het Racketcentrum? Nee, ik zou niet weten waar ze last van zouden moeten hebben. Ik vind het heel leuk om u hier in het veld op de locatie welkom te mogen heten namens Crematoria Twente. Hier aan de Horstbekkenweg nummer 2. We gaan vandaag de start hier symbolisch doen plaatsvinden van de bouwwerkzaamheden. Ik stel voor dat we overgaan tot het startschot. 3, 2, 1. Als wij 30 of 40 jaar geleden hadden gezegd van we willen een crematorium in Bonne bouwen, ik denk dat je dan de grote deel van de samenleving tegen je had gekregen. Ik heb dat overigens zelf meegemaakt in de jaren 90 toen ik in het algemeen bestuur zat van het crematorium. Het was alleen Uslo en Almelo was toen nog. Toen waren we bezig met een crematorium in Winterswijk. Het heeft 12 jaar geduurd om een strijd te voeren om daar een crematorium tot stand gekregen en toen heeft het openbaar lichaam Crematorium Twente besloten om de stekker er maar uit te trekken en niet te doen. Hoe is het dan geweldig en mooi in een gasvrij Bonne te ontvangen te worden en dat het binnen anderhalf jaar nagenoeg geregeld is. En vandaag een heugelijk feit? Ja, zeker. Zeer. We hebben een stap gezet in de plannen die we voor de toekomst aan het ontwikkelen zijn. En dit is een belangrijk startmoment voor de bouw van de vestiging in de subregio Hengelo in Bonne. Waarom gekozen voor Bonne? Nou ja, we hebben gezocht in deze hele subregio, hè, dat moet ik er eerlijkheidshalve wel bij zeggen, in Hengelo, in Hof van Twente. En op enig moment was hier een locatie beschikbaar waar ik ook al eens naar gekeken had, maar dacht dat kan niet. Maar toenmalige wethouder Lex Albers heeft daar op geattendeerd en toen was het heel snel klaar. Dit is natuurlijk een schitterende omgeving voor een dergelijke organisatie. Goed bereikbaar, prima, prachtig in de natuur. Mooi. Vanwaar de keuze hier in Bonne? Dat heeft te maken met de spreidingsgebied van het openbaar lichaam crematorium. Is niet alleen in Uslo. In Uslo hebben ze een crematorium. Dat verzorgt het gebied Enschede en omstreken. In Almelo is een crematorium. En er is steeds meer behoefte aan bij de inwoners, bij de bevolking, om het dichterbij te krijgen. En daarom heeft het crematorium beslist om twee extra crematoria te gaan bouwen. Eén in Oldenzaal, dus voor het surfgebied Noordoost-Twente. En een crematoriumgebied voor Midden- en Zuid-Twente. En daar ligt Bonne, ja, zoals we wel weten, gewoon centraal in Twente en op een centrale plek. Want het is ook vaak altijd een beetje een concurrentie tussen begraven en cremeren, want u wilt gecremeerd worden, had ik begrepen. Ja, nou ik ken ze, ja. Maar we zien, die concurrentie is er niet of nauwelijks meer, want we zien de crematies gewoon toenemen. Waar het in het verleden nog ver onder de 50% zat, is nu al voor Twente breed is het al boven de 70% en binnen de steden is het al zelfs al hoger. Dus crematie gaat gewoon nog steeds groeiende. En welke kosten praten we over? De totale investering inclusief grond beloopt om en nabij de 7 miljoen euro. De kosten zijn geraamd op 7 miljoen. Gaan we dat halen of wordt het meer? Nou, dat is niet aan mij of aan de gemeente Bonne. Dat is dus aan het openbaar lichaam Crematorium Twente, waar overigens wij wel aandeelhouder van zijn. En nou, ik weet dat er heel scherp toezicht is, dus dat uiteraard probeert men, gaat men ervan uit dat het binnen begroting gebouwd gaat worden. En als we kijken naar de bouw, die loopt voorspoedig? Die loopt zeer voorspoedig. Er is een uitstekend gelopen proces hier. Eigenlijk in de voorpublicatie van het bestemmingsplan zijn nog wat wijzigingen, wat reacties gekomen. Daar hebben we gelukkig wat mee kunnen doen. En voor de rest is het uitstekend en zeer snel verlopen. Gereed wanneer? Maart 2018 hopen we dit crematorium in gebruik te kunnen nemen. U bent een trots wethouder? Ik ben een trots, in die, maar wel een vreugde. Ja, het doet me goed. A, omdat het op een mooie plek komt. B, het is een mooie aanvulling op de voorziening in de gemeente Bonne. Waar we denk ik een hele hoop inwoners genoegen mee doen. Ik wou bijna zeggen een plezier mee doen, maar echt genoegen mee doen. Want ook waar het vroeger toch het overlijden en het begraven en het cremeren in de taboesfeer was, zien we gelukkig de laatste jaren dat uit de taboesfeer komt. En dan is dit een hele welkome voorziening om daar invulling aan te geven.